En wie zorgt er voor mij voor een kopje koffie? Staat daar een automaat. Ja. Nou, het gevoel van ster is snel verdwenen. Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Nou, in deze video zijn de 5 grappigste vlogmomenten tijdens de toppersconcerten hier allemaal te zien. Nou, Jannie, je mag gewezen, meid. Ziet er heel goed uit. Dankjewel. Volg je Geertje al op Instagram? Klik rechtsboven om Geertje te volgen. Ik wens je heel veel succes, Gerrit, ook met die andere jongens, met Jeroen en met René. Ik hoop dat ik er erg van geniet. En wij ook. De kerstconcerten van de toppers vonden plaats in Ahoy Rotterdam. In de pauze ging Geertje naar zijn kleedkamer om lekker even te snoepen. Maar er ging natuurlijk wel weer van alles mis. Ik film nog een deurknop eruit. Wacht even. Hij staat hier aan de hand. Ja. Godver! Heb ik dat nou weer? Allemaal kleedkamers bij mij. Zo sterk, zoveel heb ik nou ook weer niet gedraaid. Wat een armoe. Ja. Oh, altijd gezellige kleedkamer in Ahoy. Nou. Ja, dat ligt ze er mooi bij, hè? Ik ben niet opgebaard hier. Ik moet even een chocolaatje, want vanaf vanmorgen 10 uur aan het repeteren. Het is nu 12 uur 's avonds. We zijn 14 uur verder. En de hele dag zingen, dat is dodelijk vermoeiend. Tenminste voor mij. En ja, we moeten nog een half uur. Nog tot 1 uur vannacht. En dan. Ik heb er zo geen zin in, even mee. Gewoon moe. Ik heb zoveel KitKat opgegeten, ik kan niet tegen lopen hoor. Oh, ik heb even wat zoets nodig. Geur. Heerlijk die KitKat. Snap je dat ze me hier nog voor gevraagd om reclame voor te maken? Want dan is het echt oprecht en eerlijk. Wat ik trouwens al daar doen, maar goed. We gaan weer. In 2018 was het thema The Circus Edition. Voor de opening moesten alle toppers op een andere locatie binnen de arena starten. De organisatie had hier een leuke route door het publiek bedacht. Nou, right, laatste keer. Ja. Ik vind het superleuk. Het is jammer. Het is te warm. Ik vind het vandaag hartstikke erg lekker. Ja, maar ik hou van zeiken, Jan, dat weet je. Ja. Ze zien de wenkbrauwen nog goed, ja. Hallo. Dag! Ben je wakker? Of ik wakker ben? Kun je rekenen? Reken er maar niet op. Nou ja, wie had ooit gedacht dat samen de karretjes aan zitten? Dwars door de arena, ik kan het toch ook niet bedenken? Als ik later groot ben? Nee, als ik terugkijk in mijn wensen, zeg maar, van mijn leven. Ja. In vervulling zou ik zien zou gaan. Ja. Zou zien gaan zijn. Dan is dit wel nog. Oh, dat is mooi voor. Ik heb met jou overal al ingezeten, maar niet in de kontgaard. Nee, dat is waar. Weer een hoogtepunt, dames en heren. Ja, we moeten er een keer uit ook, Jan. Het is jij wel, hè? Oké, ja, wat heel gek is voor de mensen op de wijd, je gaat eerst op met een karretje naar een hoek van de arena. En dan gaan we zo weer in een ander karretje. Kijk. Dit kan natuurlijk ook niet. Jee. Ook een lekkere foto, die. Ja. Maar ja, omdat Jan er ongeveer 20 minuten in zit, kan hij nog even leuk van zijn gezin genieten. Heb jij er nou ook een toilet in, Jan? Ja. Ja. Gewoon je broek laten zakken. Dat is dan weer een jonge artiest, maar die krijgt alles wat ze willen. Ik zit gewoon op een beltkruk, dan maakt het ook niet uit. Dat hoop ik wel. Maar je nog even bij mij naar de wc. Jan, veel plezier, hè? Ja, dankjewel. Onderweg, hè? Ja. Flesje water ook. Flesje water? Flesje water. Ik denk dat het kleiner geworden is. Ja. Ja, laat ik even zien zo. Heerlijk waaien. Oh, dankjewel, schat. Oh, heerlijk. Dag. Yes. Oh, dat doe ik zo, neem ik daar. Ah, ze zijn allemaal wel heel erg lief voor ons, hoor, moet ik zeggen. Maar ja, de deur gaat toch dicht. Ja, dan zit je dus in zo'n koor. Heb je wel een slotje erop gedaan? Ja. Gaat ook gelijk? Ja. Misschien dat je er iets van meekrijgt. Dan is het over het pad, zodat ik word dan omhoog geduwd. En dan komen we bij een soort boma. Daar staat een heel groot deel. Dan gaan we weer in een liftje. Als we met opkom, dan hebben we al heel wat gedaan. Kijk.
2018 waren wij op zoek naar een nieuwe topper. Voor het programma Topper Gezocht moest er een promotievideo worden gemaakt in de Johan Cruijff Arena. Maar na een lange dag kon Geertje de tekst niet zo goed meer onthouden. Kun jij zingen en droom even om in de uitzinnige arena van 50.000 mensen te shinen? Wil je voor één keer een topper zijn op het grootste en gezelligste meezingfeest van Nederland? Of je nou man of vrouw bent, maak me gek en meld je aan. Wie weet ze hier straks met René, Jeroen, Jan en mij te schitteren in de arena. Ga naar www.sb6.nl.toppen/.topper en ga over de top. Ah, enig! Nou, het is zaterdag en we staan hier in de arena. En ik ga samen met de toppers hier een spotje opnemen. Want wij zijn straks op zoek naar misschien wel een vijfde topper. En hoe dat straks allemaal in zijn werking gaat, dat zie je binnenkort allemaal op televisie bij SBS6. Maar het wordt heel erg leuk. En daarvoor zie ik er een beetje overdreven uit. Moet Gordon hier vanavond optreden of zo alleen? Het is wel rustig. Oh, dat is heel akelig. Die moet eruit. En het is vrijdag, hoor. Kun jij zingen, en droom je van om een uitzinnig arena voor 65.000 man te shinen? Wil je voor één keer de topper zijn? Het grootste en gezelligste mensenfeest van Nederland. Het zou enig zijn. En of je nou een man bent of een vrouw, maak me gek. Ga jij eens even weg, want ik moet het even uit mijn hoofd leren. Uit je wegwezen. Kijk, het was de opdracht dat we allemaal een tekst uit ons hoofd zouden leren. Gewoon een klein stukje tekst. Dat moet voor iedereen doen. Nee hoor, kijk eens. Hier. Meneer moet weer helemaal alles. En hou je buik in. Verdomme. Waarom? Oh, gee. Ja, dat is graag. Don't you know? Nee, nou ja, het ligt zo echt voor de hand. Het is soms ook wel eens mag ook ons zeggen. Ons, ja, ze doet loopt. Dat moet ook wel een beetje een beeld zijn. Kun jij zingen en heb je talent en denk je van, hey, ik wil ook wel eens een keertje voor 65.000 uitzinnige fans staan te zingen. Haha! En wil je voor één keer een echte topper zijn en dan gewoon meedoen met het grootste meezingfeest van Europa? Nou, ik kan alleen maar zeggen, geef je gewoon op. Het maakt niet uit. Ben je man of vrouw, meisje of jongen? En misschien sta je straks gewoon echt te shinen naast ons, naast de toppers. En ga naar www.sb6.nl/toppergezocht en ga over de top. Goed. Alleen ladder in het begin. Nog één keer los? Ja, het WWW moet weg, hè? Ga naar SBS6. Alleen die ladder in het begin. Heeft hij een zender? Ja. Oké, dan vind ik het goed. Oké. Laatste zin beginnen. Dus geef je op en ga naar www.sbs6.nl. Topper gezocht. Sorry. Zonder WWW. Ja. Ga naar sbs6/toppergezocht. Sorry. Ga naar sbs6/toppergezocht. Nee. Het is toch slash topper gezocht? sbs6.nl/toppergezocht. Oh ja. Ga naar sbs6.nl/toppergezocht en ga over de top. Joehoe! Doe mee. Laatste keer, nog één keer. Ga naar. Meld je aan en ga naar. Meld je aan en ga naar sbs6.nl toppergezocht en ga over de top met een bloedgang. Nee, dat niet goed. Nog één keer, sorry. Ga naar sbs6.nl/toppergezocht en ja jongens, ga met ons mee over de top. Joehoe! Voordat de toppersconcerten plaatsvinden wordt er altijd gerepeteerd. Tijdens de repetitie had Geertje zin in koffie, maar of Geertje zijn koffie kreeg is nog maar de vraag, omdat niemand het wil regelen. Nou, van je vrienden moet je het maar hebben. Nou, we gaan repeteren met de toppers. Kijk of er al iemand is. Er is je hoor. Goedemiddag. Goedemorgen. Ik ben er niet vrijwillig. Nee, jij wel. Ben je zeker niet. Hoe is het jongens? Ja, goed. Heel goed jullie even te zien. Ben jij niet die vrijwillig? Hoe is het lieverd? Rijk je lekker. Dankjewel. Ja. Kom zo onder de douche uit. Nee, het is dinsdag hè. En Dolly is goed. Hallo. Hallo. Het is dinsdag. Ik ben Gerard. Milou. Dag Milou. Milou. Dag jongens. Ja hoor, maar normaal niet. Je hebt er echt zin in hè? Vreselijk. Ja, die is hier op 3 jaar. Milou, ja dat weet ik, maar ik hoor het toch wel een hand te geven, of niet? En wie zorgt er voor mij voor een kopje koffie? Zat de automaat in een halkje? Dat zijn mijn collega's. Ander met, daar staat de automaat. En ander met rietje. Nou, het gevoel van Ster is snel verdwenen hier. Gerard, als je een top koffie had, neem van ons ook even mee. Mijn lieve moedertje kwam altijd trouw kijken naar alle toppersconcerten. Uiteraard moest haar en make-up goed zitten.
Mijn lieve visagiste Barbara en kapsteria zorgden er tijdens de toppers altijd voor dat mijn moeder er prachtig uitzag. Mocht even hier heen. Ja, wat leuk. En mijn ogen. Het ziet er mooi uit. Oh, je hebt wel een lippenstiefje bij je. Ja. Ja. En alles, hè? Ja. Ja. Nou, Jannie, je mag er wezen, meid. Is leuk. Het ziet er heel goed uit. Dank je wel. Inderdaad, Maria. Permanent, hè? Oké, dat is nog wel bij de doodkruis. Ja, dat is speciaal gevraagd. Zelf zo naast elkaar. Gezellig, hè? Ja, met Jannie. Ja, maar dat moet ze ook voor de gewoon bij jou. Bedankt voor het kijken naar de 5 grappigste vlogmomenten tijdens de toppersconcerten. Laat je weten in de reacties wat je van de video vond. Ik wens je heel veel succes, Gerard, ook met die andere jongens, met Jeroen en met René. Ik hoop dat ik er erg van geniet. En wij ook. Wil je nog meer video's zien? Klik dan op de bovenstaande video's. En vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en je meldingen voor nieuwe video's aan te zetten. Bekijk op mijn YouTube-kanaal nog meer video's.